Hele goeiedag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan dan verder in Duitsland, ronde nummer 11 van het kampioenschap en aflevering 54. Als je aflevering 53 in Engeland gemist hebt, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en zie de aflevering schijnen. En ben je nu op het kanaal en wil je meer wekelijkse afleveringen van F1 2019, de Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel leuke lekker belletje op alles aan, zodat je het enkel video meer van mij mist. Ja, het ziet er dus goed naar uit voor ons hier in Duitsland. Ronde nummer 11 alweer. En 3 updates aan de auto zijn dus toegepast. Heel fijn om dit te horen. Kwalificatie en de race dus droog. We klimmen weer wat weg bij Williams. En Red Bull is Williams aan het bedreigen voor de R&D. Plek nummer 2. Ja, en ik verwacht hier gewoon dus voor de pole position weer te pakken. En alweer de race te winnen. Want onze auto is zo sterk. Alles van de aerodynamica hebben wij dus compleet, 18% dus, en nu kunnen we focussen op de andere 3 delen van de R&D3. Maar eerst de kwalificatie voor de grote race van Duitsland. We gaan het zien wat het gaat worden. Ik denk gewoon de pole position. We zijn er klaar voor. De kwalificatie is hier. Welkom to Germany for today's qualifying session at the famous Hockenheim Ring. The pit lane lights will turn green in the next minute or two to signify the start of qualifying. Drivers tend to complain about tyre wear around this track, and the compounds on offer this weekend aren't likely to put that issue to bed. Is this going to be about who can make the tyres last? Tyre wear is always something you have to consider to a certain degree. Finding a good car balance that suits the circuit will help prolong the life of the tyre, but it's true that some circuits, such as this one, are more challenging than others. How hard you can push them depends on your strategy and how tight the battle is around you. Nou, we zijn inmiddels aanland bij het eerste kwalificatiedeel voor de Grote Prijs van Duitsland. Maar eerst dus kwalificatie hier in Duitsland. Ik verwacht hier dus, zoals ik al zei in de intro, om een pole position te staan. Maar eerst Q1 dus. Die eerste knik is altijd heel irritant om te nemen. Butler met een 1.12.9. We zitten hier wel wat door, maar het is geen ramp. Bottas met een 1.12.7. 14e boven de tijd van Bottas zitten wij op dit moment. Dus dat belooft in Q1 niet zoveel goed. Maar we kunnen altijd verbeteren naar een P1. Wie hebben we voor ons? Kwiat volgens mij. Hamilton met een 1.11.3. Onszelf met een 1.12.4. En ik heb besloten om nog een ronde eruit te gaan. We zijn inmiddels doorverwezen naar P9. En die eerste bocht nemen we heel goed. We winnen er al een 1/10 ongeveer. Op onze eigen tijd. Wat ook goed is. 89.000 zitten wij boven de tijd van Lewis Hamilton. Groen in sector 1. Paars in sector 2. Waar staan wij? Wij komen op een P1 terecht. Met een 1.10.9. Maar Hamilton is 2/10 uit de ronde gedoken. Dus hij zet ons even op 2/10, wat heel snel is. En dat betekent dat wij nu alles open moeten gooien voor Q2 en Q3. En Kwiat stelt heel teleur. Plek 14. Bottas op plek 5. Nou, interessant dus deze kwalificatie. En dan komt nu Q2. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2 voor het tweede deel van de kwalificatie voor de Grote Prijs van Duitsland. Ook hier verwacht ik dus een 1 of een plek 2. In ieder geval voor een van de Mercedes coureurs. 15.4 laten wij noteren in sector 1. Wat lekker snel is. De topsnelheid is ook behoorlijk snel. 351 km per uur op dit moment. En dan is de vraag waar wij dadelijk terecht staan in Q2. Hamilton met een 1.10.7. Waar staan wij? Wij zetten een 1.10.2 neer. Heel snel op dit moment. De uitslag van Q2. Hamilton gewoon op 1/4 gezet. En Verstappen op 1/16 gezet. Q3 inmiddels de top 10 kwalificatie voor de pole position is dus aangebroken. En ik hoop dat ik het bij deze run kan houden. Dat deze snel genoeg is, zodat wij een setje soft uitsparen voor de wedstrijd. Hamilton met een 1.11.1. Onszelf
met een 1.10.8. Fantastic. That was the fastest lap. Hamilton's pace is wat gezakt. De uitslag van Q3. Ontzettend dus naar pole position. Weber niet op 53.000ste. En Hamilton op plek 5 op 2.10. En hier is Claire. Tell us about qualifying. Lucas was on top form today, wasn't he? Ja, ik had niet verwacht dat hij gewoon binnen een tiende van ons gewoon van de pole position verwijderd zou zijn. How does it feel to be on the front of the grid with your old F2? Het voelt fantastisch. Weber verdient dit ook in zo'n auto. En wij natuurlijk ook in de Mercedes voor onze thuiswedstrijd voor het team. De rivaliteit breekt down met Hamilton en Vettel. Die winnen we dus op dit moment van beide heren. De resource punten na de kwalificatie hier in Duitsland zijn er weer zoals gewoonlijk lekker veel. Dan kunnen we die lekker op gaan sparen en op gaan branden in Hongarije en in Francorchamps, België dus. De reputatie met mijn huidige team en de andere teams is gewoon gelijk gebleven zoals altijd. Een veteran en een sportsmanship zoals altijd. Well done. Very solid result. You're looking good for the race. Nou, dankjewel Emma. We gaan het dus zien voor de Grote Prijs van Duitsland voor Career aflevering 54. We starten in ieder geval van pole position en naast ons staat Lucas Weber in zijn Red Bull. Dit belooft een spannende wedstrijd te gaan worden en ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik hoop jullie ook. We zijn er klaar voor de Grote Prijs van Duitsland. Good afternoon and welcome to a place that is very special to us all in the Formula One community. It's the Hockenheim Ring, home of the German Grand Prix. Always good for a close scrap is Hockenheim. Think back to Alonso, Ricciardo, Vettel as recently as 2014, and I'm expecting some more strong racing today. It's 2.8 miles around the Hockenheim Ring then, with an average lap speed in excess of 130 miles per hour. The long curved back straight leads into a tight hairpin for the best overtaking opportunity on the circuit, but there are plenty of other options available around the 17 corners here today. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position with Lucas Weber alongside. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Leclerc, Lewis Hamilton, and Vettel, Bottas, Perez, Russell, and Roman Grosjean, Kvyat, Kubica, Pierre Gasly, and Butler, Ricciardo, Sainz, Kevin Magnussen, and Kimi Raikkonen, Giovinazzi, and Lance Stroll brings the grid to a close. And now it's time to head down to the track. We zijn inmiddels aanbeland bij de auto. Een tweestopstrategie en meteen wat extra fuel mee voor Career aflevering 54. Dus ik ben er klaar voor. Hopen jullie ook. We gaan het zien voor de Grote Prijs van Duitsland. Want de lampen zijn dus aan voor de Grote Prijs van Duitsland. Career aflevering 54. We hebben oud-rivaal Lucas Weber van de Formule 2 naast ons. En het is een hele goede start voor ons. Want we houden de leiding. Weber is al gelijk in positie kwijt aan Max Verstappen. Verstappen is sneller weggegaan dan de Duitser. Maar wij behouden nog lekker de leiding in bocht nummer 1. En dan is het nu een controle houden over deze leiding. Zodat wij die niet uit handen geven van Max Verstappen, onze landgenoot dus. De gearbox is nog goed, 57% paars in sector 1. En dan is het nu lekker wegrijden van onze landgenoot Max Verstappen. Dankjewel Jeff. De start hebben we dus gehad. En dan is het, zoals ik net al zei, een controle houden over de wedstrijd. Het is daar geel. Om de een of andere manier. Ik weet niet waarom, het is nu weer groen. Maar geen gekkigheid dus bij de start. Ronde nummer 5 inmiddels. Weber heeft Verstappen weer verslagen voor die plek 2. Heeft ook het snelste racerondepunt in handen. Het gat is 2,1 seconde. En Hamilton heeft druk van een Ferrari coureur, zie ik. Of van een Alfa Romeo coureur, ik weet het zo niet zeker. Laps. 2,1 seconde naar Lucas Weber. We hebben een groot gat namelijk.
en rood in sector 2 en 1. Maar dat geeft helemaal niks, want dat snelste racerondepunt pakken wij nog lekker terug van de Duitser. Die hier tot nu toe een prima wedstrijd rijdt. Hamilton naar 3. Heel goed gedaan, Lewis. Een podiumplek nu. Wat hartstikke fijn is. 2.3 naar Lucas Weber. Ronde nummer 6 inmiddels. Dus het verloopt lekker op rolletjes voor ons op dit moment. Ronde nummer 9 inmiddels. De pit window is opengezet. Er zijn ook al een aantal jongens naar binnen gedoken, zie ik op de map. Zoals een Ferrari-coureur, een Williams, een Alfa Romeo. Die zijn denk ik naar de harde band gegaan. Kwiat naar de medium. We hebben inmiddels een gat van 18 seconden naar Lucas Weber. Ik weet niet of hij al een pitstop heeft gemaakt namelijk. Daar zijn we dan voor onze eerste pitstop van de dag. Hopelijk dat deze goed gaat. We gaan naar de medium band. Nou, die kan beter. Die kan beter. 2 seconden heeft het geduurd. Daar komt minstens een tiende vanaf. 1.9. Maar dat was helaas niet het geval. En daar is Lucas Weber. Maar hij komt er niet voorbij op dit moment. Hij kan hier trouwens wel een aanval wagen. Want wij besparen dus op dit moment. Gat naar Weber is 4/10 en hij zit er hier bovenop in mijn slipstream. En ik bespaar IRS. Dan kijkt hij hier naar de buitenkant en dan geef ik hem niet zoveel ruimte om te zeggen dat hij er niet zomaar voorbij komt. Maar Weber heeft de leiding in handen. Die moet volgens mij nog een keer naar binnen voor de mediumband. Hamilton is ook naar de mediumband gegaan. En dan is het hier gewoon lekker achter Lucas Weber rijden, uurs gaan besparen. Zodat we dadelijk weer een aanval kunnen heropenen op de Duitser. Weber zet de snelste race van in met een 1.13.8. We zitten 3/10 van de Duitser verwijderd. DRS hier beschikbaar gesteld, ronde nummer 11. Dan blokkeren we hier wat. Wat wel nadelig is, maar dan kunnen we hier lekker alles overzetten. Paars in sector 1. En Weber is hier een sitting duck. We gaan er lekker buitenom voorbij. En dat is een prima inhaalmanoeuvre. Dankjewel, Jeff. Dan is de vraag wanneer Lewis Hamilton dan komt met zijn aanval op Lucas Weber. Ronde nummer 12. We zetten de snelste race ronde in met een 1.13.0. En het gat naar Weber is 1.2. Wat opmerkelijk is, want hij rijdt een compound zachter. Daarachter zit Hamilton op ongeveer 5 seconden. Die heeft ook een Red Bull achter zich. Dat is Max Verstappen die achter hem zit. 19e naar Lucas Weber. Dus die geeft er nog niet op. Maar ik denk dat hij het niet zo lang meer volhoudt. Ronde nummer 15 inmiddels. En Weber kijkt naar een grotere achterstand aan dan voorheen. Het gat is 3.0 seconden. En er is een nieuwe strategie. We gaan 3 ronden later dan gepland naar binnen voor de mediumband. Maar ik kan daar een softband van maken. Als ik nog een verse set soft over heb. 2.5 is het inmiddels naar Lucas Weber. En daarachter zit Hamilton op 4.9. Ronde nummer 16 inmiddels. Het verloopt tot nu toe prima voor ons. Tot nu toe geen wolkje aan de lucht. Ook in de lucht zelf is het lekker droog. Ronde nummer 18 inmiddels. Weber is naar binnen gedoken, denk ik. Vettel is uitgevallen. En dat brengt de virtual safety car naar buiten. Oké, Vettel valt dus uit in zijn thuisrace. En dan moeten we hier dus een delta gaan aanhouden die positief is. En dan kunnen we weer los, want het is weer groen gegeven. Ronde nummer 19 inmiddels. Nog 15 ronden te gaan.
dan zit deze wedstrijd er alweer op, dus het gaat lekker hard. En Hamilton naar 2, want Weber is naar binnen gedoken. Dus weer een Mercedes 1-2'tje op dit moment. Wat fantastisch is. Ronde nummer 23, daar zitten we dan in de buurt van achterblijvers. Het is daar geel. Oh, Verstappen. Uitgevallen. En ik ga dus naar binnen voor een setje soft. Ik duik ook achter deze achterblijvers vandaan om geen tijd te verliezen namelijk. En Weber heeft een achterstand van 19,3 seconden. De auto van Max is inmiddels weggehaald. Weer een gear niet beschikbaar. Maar ik denk dat wij voor Lucas Weber terechtkomen. Hoop ik dan. Ja, we komen dus voor Lucas Weber terecht. Mijn ingenieur vertelt mij dat er nog één stop te gaan moeten. Dan zouden we naar de medium band gaan overschakelen. Maar ik zie dat niet gebeuren met nog 10 ronden te gaan in de wedstrijd. Weber heeft een gat van 1,8. Dus we zaten lekker safe van de pitstop. Zodat we niet achter Weber terecht kwamen. En dan is het nu weer lekker wegrijden van de Duitser. En weer het snelste racerondepunt pakken. En dan de achterblijvers tegemoet rijden. De gearbox is wat aan de hoge kant. Hopelijk dat hij het ook in Hongarije volhoudt. Paars in sector 1. Paars in sector 2. Hamilton is aan de harde band gegaan. En groen in sector 3. 12,2. 1,12,2 is de snelste tijd tot nu toe. Weber kijkt met een achterstand van 4,8. Tegen zich aan, dat is dus zijn achterstand op dit moment ten opzichte van ons. En dan is het nu lekker doorrijden naar de achterblijvers. En hopen dat hun ons hier lekker voorbij laten gaan. 4,7. Daar hebben we dan George Russell in zijn Alfa Romeo. Hij rijdt op de laatste plek, P18. En dan is het hier lekker eenvoudig langs de Brit. Niet moeilijk overdoen. En is het nu doorrijden naar Lance Stroll of Carlos Sainz in zijn Racing Point. Ronde nummer 27. Daar hebben we Sainz al, die hier netjes voor ons aan de kant gaat. Ronde nummer 28 dus. DRS wel beschikbaar gesteld, omdat wij nog achter Sainz zaten bij het detectiepunt. En dan is de volgende Nico Hülkenberg, denk ik. Of Daniel Ricciardo. Nee, het is niet Nico Hülkenberg. Dat is, ik kom er even niet op. Maar dat zien we dadelijk gewoon. Want Hülkenberg die is uit de Formule 1. Ah, Kevin Magnussen dus. Die hier mooi aan de kant gaat. Ja, Nico Hülkenberg is uit de Formule 1. Die is vervangen door Robert Kubica volgens mij. En Stroll is de volgende. Die hier aan de kant gaat. Nog 5 ronden te gaan. Dankjewel Stroll. En dan kunnen we nu doorrijden naar, even kijken naar de map. Volgens mij dan Daniel Ricciardo dan. Kimi Raikkonen, want Ricciardo heeft Raikkonen aangevallen zie ik. En dan is het hier weer lekker in het slipstream duiken van de Finn. En dan is Kimi Raikkonen ook op een ronde gezet. Plek 14 rijdt hij dus, nog 5 ronden te gaan. De volgende heet Daniel Ricciardo, die op plek 13 rijdt. En die hier al mooi aan de kant gaat. Dankjewel Daniel. Geen tijd verloren. En misschien kunnen we dan ook nog naar Robert Kubica rijden. In zijn Alfa Romeo, die voor Ricciardo rijdt. En dan is het inmiddels ronde nummer 31. Nog 4 ronden te gaan in deze wedstrijd. Dan zit de grote wedstrijd van Duitsland er alweer op. Wat ons weer een overwinning gaat opleveren namelijk. Een prima wedstrijd tot nu toe. De snelste raceronde in handen. En dan is het nu gewoon deze laatste ronde lekker vloeiend afrijden namelijk. En dan kunnen we ons opmaken voor Hongarije. Waar ik ook verwacht weer een sterk Red Bull. Daar zijn we dan bij de laatste meters voor de grote prijs van Duitsland. Wij winnen dus onze thuisrace voor het team. Hamilton naar het podium. Maar wat een fantastische wedstrijd was dit. En ik ga ons opmaken voor Hongarije. The Mercedes team pulled out a fantastic performance today. They should be proud.
Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, tyre management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Nou, de uitslag van de grote prijs van Duitsland. Wij winnen dus de grote prijs. Weber na 2 en Hamilton na 3. Goed gedaan van mijn teamgenoot. We pakken ook het snelste race onder punt. 26 punten in totaal. Giovinazzi kreeg driver of the day. Ik weet niet waar hij terecht is beland. En dan gaan we nu gewoon door naar Claire voor de interviews. Was there really any competition for you today? Nee, niet echt. Het was eerder Lucas Weber en mijn teamgenoot. Devin did much better in today's race than he did in qualifying. Were you expecting that? Ja. Hij is snel. Maar ja, ik heb ook niet echt op hem gelet, eerlijk gezegd. You and Lucas by the finish today? Nou, er was wel wat hoor. Ik denk een gat van 10.3 ongeveer seconden uit mijn hoofd. Maar ja, het team wat Lucas heeft is gewoon geweldig. Ja, natuurlijk. Weber en ik die kennen elkaar heel goed. En het moet altijd een beetje gezellig blijven in de sport, hè? Nou, tot in Hongarije, Claire. De rivaliteit breakdown met Hamilton en Vettel. Die winnen we dus op dit moment van beide heren. Mooi om te zien. Aan onze kant alleen maar groen. Aan hun kant soms wat rood of helemaal rood. Kijk maar bij Vettel. De researchpunten na de race in Duitsland. Het zijn er lekker veel. Hopelijk. En dat moet ons weer dichterbij. Maar verder weg namelijk. Van de concurrentie zetten. De reputatie met mijn huidige team en de andere teams. Veteran en een sportsmanship. Allemaal leuk en aardig. Just wanted to say congrats on the podium. It's thoroughly deserved. We were sweating those last few laps on the pit wall, but you brought it home. Nou, dankjewel Jeff. Dit was dus de video, mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het dan met een like. Ben je hier nieuw op het kanaal en wil je meer wekelijkse afleveringen zien van F1 2019 Dual Career Mode? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een like en belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. De 68 abonnees hebben we gehaald, dus dichter bij de 70, dat zou heel top zijn. Dus ben je hier nieuw, abonneer voor meer. Volg me even op Instagram, link staat in de beschrijving. En als je nog iets te zeggen hebt, doe het gewoon in de comments. Tikken of weet ik wat. Ik reageer altijd. En zou ik zeggen, een fijne dag nog verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 Premier Mode. Dan verder in Hongarije.